De Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE, heeft afgelopen woensdag een memorandum of understanding ondertekend met het Bureau voor Gemeenschapsprojecten van het Ministerie van Financiën en Planning. Het memorandum heeft betrekking op een project dat gericht is op het trainen en begeleiden van personen met een beperking tot micro-ondernemers. Het project heet Ondersteuning Zelfredzaamheid onder mensen met een beperking. Dit project zal het financieel mogelijk maken dat de beoogde doelgroep met een minimale inbreng zich kan laten trainen en begeleiden door de SPWE. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft afgelopen donderdag Charles Amoyarty, IMF Resident Representative in Suriname, voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. De minister heeft daarbij een breedvoerige uiteenzetting gegeven van het beleid van het ministerie dat gestoeld is op de concepten Decent Work en Youth Power. De minister benadrukte dat in het onlangs getekende Decent Work Country programma onder meer klimaatsverandering en de noodzaak voor groene jobs zijn meegenomen. GoTo Energy Suriname NV doet een beroep op de samenleving om hamsteren en onnodige rijvorming bij de service stations te voorkomen. Het bedrijf meldt dat zij beschikt over voldoende brandstofvoorraden en doet er alles aan om de GoTo service stations te voorzien van de nodige brandstof. Vanaf vandaag zijn de GoTo service stations weer open voor de samenleving.